Rinus, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent terug met Xenos en in Xenos. We zijn terug. Ja, ja. Ja, dat is goed nieuws. Ja. Ik zag het toen ik het aankondigde dat heel veel mensen er blij mee waren. In de voormalige Coolcat in de Lange Delft. Ja. Maar hoe zit het nou met jou, Rinus? Want er waren allerlei dames die met zorgen informeerden of jij ook terug zou komen. Ja. Maar hoe zit dat dan precies? Ja, het is heel verrassend. We hadden niet gedacht dat we zo snel terug zouden komen in Middelburg. Ik heb een klein uitstapje gemaakt naar Casa. Maar ik ben toch blij dat ik weer terug de stap kunnen maken heb naar Xenos. Ik ben even aan de overkant gezeten in Hulst. Ja. Oké. Okay. En nu kwam weer de Xenos terug in Middelburg. En dus toch het verzoek aan mij om het toch weer eventjes op te pakken. Ja. Dat is heel leuk. Ja. Ja, dat is heel leuk. Want hoe lang was jij al in dienst bij de Xenos en hier in Middelburg? Ja, in Middelburg heb ik ongeveer een 18 jaar gestaan. Ja. En ik ben totaal in dienst 30 jaar bij Xenos. Ja, met precies. Een klein uitstapje naar Casa. Ja. Ja, nou ja, je bent dus eigenlijk gewoon het gezicht van het filiaal. Ja, en, ja. Nou, nu het filiaal en de voormalige Coolcat. Maar nog veel vroeger was dit natuurlijk de V&D, Vrome ja. Dreesman. Ja. Dus kan je heel kort vertellen wat mensen kunnen verwachten? Want we zien dit voor de deur. Ja, we hebben nu eventjes een kleine click and collect kunnen mensen doen. We doen niet mee aan de 10 minuten winkelen. Dat ging een beetje te snel nog. Dus maar ze kunnen wel click and collect doen. Dat gaat trouwens heel goed. Het is een hele leuke entree gemaakt hier zo. Leuke etalage, je ziet de mensen allemaal kijken. En als ik even buiten sta, ja, hele leuke reacties van de mensen. Goh, ben jij ook weer terug? Ja, ik ben ook weer terug. Ja. Ik heb heel leuk personeel aangenomen weer. Dus, ja, dan gaan we even een heel klein rondje doen, dat we een kleine indruk hebben, goed? Goed, kijk, wat is wel een kennisje van mij van de deur. En aan deze kant, ja, dus hebben we dan een mooie kastroep. Net zoals vroeger, zodat de mensen gewend waren bij de andere Xenos. De cadeauartikeltjes. Nou, heel gewild, de foodafdeling. Er zijn nog een paar lege planken, maar dat komt allemaal goed. De achterkant, sfeer met bloemetjes en dingetjes allemaal. Theelichtjes. Natuurlijk heel geliefd ook de kaarsenafdeling. Nu kijken we van de trap af. Ja, en dat vind ik heel leuk, Rinus, want dat is toch een tijdje geleden dat ik hier de kelder betrad. Dus, hier komt dan meer in de woonafdeling en de feestafdeling. Kijk, die dames die zijn nog druk bij de feestafdeling bezig. Ook elke dag een feestje, dames. Elke dag een feestje. Gaat het allemaal goed? Je bent het bijvullen. Dus dat is natuurlijk iets geliefde artikelen. Zijn jullie ook, waren jullie in het verleden ook al werkzaam voor Xenos of zijn jullie helemaal nieuw? Ik ben nieuw. Ja? Nieuw. Oké. Okay. Ja. Ik kom uit Hulst. Zijn we nu met het complete team van Xenos Middelburg? Nee. We hebben onze zaterdagclub natuurlijk nog, apart koopavondclub hebben we nog, dus die zijn er nou niet en er zijn nog meer mensen, dus we hebben best een grote winkel. Maar jij bent wel zo'n beetje de enige man van het hele concern, of niet? Ja, van deze filiaal. Je moet geen concurrentie willen. Nou, dames, ik wens je heel veel succes met Rinus en geniet ervan. Dankjewel, dankjewel. Goed, als je nog verder kijkt, dan hier heb je dan de spiegels. Mooi geworden, hè? Het is heel mooi geworden. Hoe lang zijn je nou bezig geweest met verbouwen? 14 jaar. Ja, dat is echt kort, ja. Fijn dat jullie weer terug zijn en ik wens je heel veel succes hier zo. Het zou wel lukken. We kunnen niet wachten om hopen te gaan in ieder geval. En in ieder geval heel hartelijk bedankt voor het bezoek. Heel graag gedaan. Volgens mij staat er ook al een klant die iets wil collecten. Dus kijk, die kennen we ook. Die staan er binnen te loeren, heel nieuwsgierig. Die staat er nieuwsgierig. Mag ik zo vrij zijn om te vragen wat je nou komt collecten? Of gaat me dat niks aan? Ja, ik kom collecten. Maar heb je, wat voor moois heb je besteld? Ik heb spaarpotten, ik heb mokken, ik heb van alles en nog wat. Ja, nou, fantastisch. Dankjewel. Ben je blij dat Xenos weer terug is? Ik wist niet dat hij terug was. Ik merkte pas bij de bestelling, toen ik het thuis wilde laten bezorgen, dat ik weer kon afhalen. Nou, dat is fantastisch.